Voor het Weekjournaal. De icoon van DVS 2, mag ik wel zeggen. De man die een schoolvoorbeeld is van clubliefde, heb ik het idee. Sven Pul. Jeetje, dat is dan een hele mooie introductie, zeg. Een icoon zou ik niet zo snel zeggen, maar ik heb wel lang in tweede gevoetbald. Je hebt er heel lang in gevoetbald. Hoe lang heb je bij DVS überhaupt gevoetbald? Ik ben op mijn 5e in de F6 begonnen. Ja, en toen de hele jeugd doorlopen en senioren terechtgekomen. Dus ik denk nu al met al bijna 25 jaar. Je bent dus gewoon een hele echte DVS'er. Niet eerst EFC of wat dan ook, maar echt gewoon meteen bij DVS begonnen. Ja, ik heb een geel-zwart hart, zoals ze dat zeggen. Je hebt inderdaad een geel-zwart hart. En je hebt natuurlijk veel hoogtepunten meegemaakt, denk ik. Ja, ik ben een aantal keren kampioen geworden. In de jeugd, in de C1 en in de... Wat was het? F1. En de tweede in de eerste klasse en de hoofdklasse. En uiteindelijk ook wel een paar periodetitels gepakt met de tweede. Een paar mooie reeksen neergezet in de beker tegen eerste elftallen. Dus op zich wel mooie dingen meegemaakt, ja. Jij hebt complete lichtingen langs zien komen die toch net even wat minder geduld hadden dan jijzelf. Ja, dat klopt. Misschien waren ze ook wel iets talentvoller dan ik zelf. Die jongens zijn uiteindelijk of vertrokken naar de eerste elftal of die zijn gestopt. Ik heb in die 10 jaar tijd in de tweede heb ik inderdaad wel aardig wat spelers voorbij zien komen. Ja. Wie van die jongens die vertrokken zijn, hebben het volgens jou gemaakt op een hoog niveau, op een hoger niveau dan dat ze toen acteerden? Dat is een hele lastige vraag. Ik denk Roelof de Groot, denk ik. Die schiet me wel te binnen. Ik denk Lars van Wetering, Isaac Kiezelen, die straks gewoon weer op een keurig niveau spelen. Jordi Grovenstein, die bij NSC natuurlijk gewoon in het eerste helft speelt. Van daarvoor schiet me niet zomaar even 1, 2, 3 naam te binnen. Dat ik denk van, die heeft het nou echt gemaakt. Sven, zijn dat ook de namen die we kunnen verwachten morgenavond in die afscheidswedstrijd? Dat is ook een hele goede vraag. Ik weet het eigenlijk niet. Nee, ik heb ze wel opgegeven. Maar je hebt ze kunnen opgeven bij degene die dat organiseert. Wie zit er eigenlijk in het organisatiecomité? Ik heb daar met Jack Versant over gesproken. En ik heb inderdaad een aantal namen opgegeven van ik dacht van dat vind ik nou echt leuk om met die jongens te voetballen. Zijn denk ik voor de meeste DVS'ers ook al bekende namen. Ook al jongens waarvan ik echt in de eerste jaren bij het tweede mee heb gespeeld. Maar natuurlijk ook al die jongens die wat recenter in het verleden in het tweede hebben gehad. Wat is nou de eerste reden dat je stopt? Dat je toch langzaam maar zeker wat meer met blessures geconfronteerd werd of wat dan ook? Ik heb wel wat meer blessures gehad, ja. Dat is niet de eerste, de beste reden geweest voor mij om te zeggen dat ik stop. Vorig jaar heb ik ook al zitten twijfelen of ik nou nog wel door zou gaan. Uiteindelijk besloot ik toen van, 10 jaar is een mooi getal. Na 10 jaar dan stop ik ermee. Al met al zie je gewoon door de jaren heen wat er met de tweede gebeurt. We hebben echt hele mooie dingen laten zien. Nou, af en toe heb je ook wel wat moeizame jaren tussen gehad. Jongens die ook weggaan. Uiteindelijk ben ik als 29-jarige wel echt veruit de oudste van de tweede. Wat er vorig jaar gebeurt met de tweede weet ik nog niet precies. Maar wat je wel vaak ziet is dat er heel veel jonge jongens bij gaan komen. Ik word dan steeds wat ouder. Het gat wordt steeds wat groter. En uiteindelijk heb je vaak ook wel het idee van dat je wat meer wilt voetballen in plaats van dat het moet. Dus echt die verplichting die dan een beetje wegvalt, daar kijk ik op zich wel naar uit. Het is niet zo dat ik het niet leuk vind om te voetballen, maar straks wat vrijblijvender, dat zie ik wel zitten. Volgens mij, Sven, stromen de verzoekjes van de lagere elftallen of vrienden elftallen binnen om bij hun te komen voetballen, of niet? Ja, wat dat betreft was het eigenlijk al wel vrij snel beklonken. Ik had voor de winterstop had ik eigenlijk al wel contact
met een aantal jongens erover. Ik heb voor de winterstop heb ik ook al intern aangegeven bij het tweede dat ik er uiteindelijk mee zou gaan stoppen. En toen heb ik ook meteen aangegeven dat ik bij het team waar ik dan ga voetballen volgend jaar, dat ik me officieel ga aansluiten. Ik noem even een paar namen. Andries Posthouwer, Ricardo van der Pol, Richard Terpstra, Cas Koopman. Zit ik in de buurt? Nee, je zit niet in de buurt. Nee, oog. Het beroemde zesde elftal wat kampioen geworden is. Ja, klopt. Ja. Ik heb het al vaker gehoord. Ja, dat mensen zeiden van nou, dat zal wel het zesde worden. Maar het wordt niet het zesde, nee. Nee. Oké, okay, welk dat ga je nu nog niet zeggen? Jawel, het wordt het vierde. Het vierde, met Frankie Smeding en zo. Onder andere Frankie Smeding inderdaad, ja. Jij bent dus, je zijn net 29, hè? Je hebt de 30 nog net niet aangetikt. Jong, toch? Ja, het is maar hoe je er naar kijkt. Als je kijkt naar de andere jongens in de tweede, dan ben ik heel oud. Januari word ik 30, inderdaad. Ja, je zit jong. Zou kunnen. Ja, ik had op zich nog wel een aantal jaartjes doorgekund, denk ik. Maar goed, wat ik zei, ik vind 10 jaar, ik vind het mooi. Hartstikke mooi. En wij hebben het ook fantastisch mooi gevonden. En namens DVS TV willen we jou in ieder geval ongelooflijk bedanken. En we wensen je morgenavond een fantastisch afscheid, Sven. Ja, dankjewel. Fijn dat ik weer hier mocht zijn. Jullie ook bedankt. Oké, graag gedaan.